Welkom bij 42 Actueel. Met deze week de volgende onderwerpen. Het staat al jaren vast. De vakantie begint pas na bezoek aan de bruisende buitenmarkt. De organisatoren hopen natuurlijk op zonnig weer om te kunnen genieten van volop activiteiten, lekkere feestmuziek, straattheater, veel dingetjes, kramen, kinderattracties en terrasjes. Het marktfeest dat buiten wordt gevierd in het centrum van Maden loopt van de deel naar de marktstraat en het molenplein. De deel is weer vooral ingericht voor de kinderen. Daar komt een podium, de bungee jump en het springkussen. De Bruisende Buitenmarkt wordt gehouden op zondag 3 juli van 11 tot 5 uur. De Buitenmarkt biedt ook kansen voor de Maderse verenigingen. Hun muziek en spektakel lokken het publiek, net als alle andere jaren, naar het hart van Maden. De Maderse ondernemers tonen de regio het unieke Bruisende Winkelhart van Maden met veel plezier. Het Harmonietamboerkorps Sint Cecilia opent het evenement met een concert op het Raadhuisplein. Op het Molenplein wordt een optreden gegeven door de Wilgenband. Op den deel krijgt u een voorproefje van de musical Petticoat door het Maderse Minimaxi-theater. Voor jong en oud is er iets te doen en te beleven. Tal van straattheateracts en muziekbandjes maken het gevoel compleet. De vacature voor de nieuwe burgemeester van Drimmelen is sinds enkele dagen opengesteld op rijksoverheid.nl. Een vertrouwenscommissie, waarin alle partijen van de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor een profielschets opgesteld. De profielschets is aangeboden aan de commissaris van de Koning tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad. De profielschets en de rapportage van de enquête onder inwoners kunt u vinden op de website van de gemeente. We melden het al eerder. Deze zomer start de Spaanse wielerronde La Vuelta in Nederland. Van de eerste drie Nederlandse etappes lopen er twee door Brabant. Dit was voor een aantal partijen, waaronder ook onze gemeente, de reden om het initiatief te nemen voor een onbeperkte Vuelta. Een fietstocht die ongeveer dezelfde route omvat als de derde etiep, etappe van La Vuelta Hollanda-Breda-Breda. Breda. Speciaal bedoeld voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Deze week kunnen deelnemers met een beperking of chronische aandoening meedoen aan de onbeperkte Vuelta. Op 30 juni komt de route dwars door Maden en gaat daarna richting Wagenberg. Op zaterdag 18 juni hebben de Antony Singers uit Terheide hun 50-jarig jubileum kunnen vieren met een grandioos concert in de Antonius Abt in Terheide. In 2019 had men alles opgebouwd, men was er klaar voor. Toen zorgde de eerste plotselinge lockdown van corona ervoor dat het jubileumconcert op het laatste moment moest worden uitgesteld. Nu, drie jaar later, heeft het publiek mogen genieten van de mooie jubileumklanken van het koor. De aanhouder wint. Namens de omroep nog van harte gefeliciteerd. De gemeente Dremmelen gaat werken met een nieuw systeem voor het aanvragen van de meeste vergunningen en het melden van bepaalde activiteiten of wijzigingen. Denk daarbij ook aan ontheffingen voor tijdelijk gebruik van geluid, sluitingstijd, vuurstoken, tijdelijk alcohol schenken enzovoort. Vanaf 28 juni 2022 staat voor het aanvragen van vergunningen en alles wat daarmee te maken kan hebben een vergunningchecker online. Meer informatie vindt u op de website van onze gemeente. Tijdens de Veteranendag van de gemeente Drimmelen is het kunstwerk De Beleving onthuld. als eerbetoon aan de veteranen. Dit gebeurde in aanwezigheid van vele veteranen uit de gemeente en hun partners. Burgemeester Gert de Kok onthulde het werk samen met kunstenares Yvonne van Oosterhout uit Terheide. Het object van Kortenstaal staat voor taan in de parkomgeving van het gemeentehuis. Yvonne van Oosterhout gaf er de volgende uitleg over. De witte anjer op de sokkel staat symbool voor erkenning en waardering van onze veteranen. De dragers van de Wereldbol staan symbool voor vrede, veilig, vrijheid en veiligheid. Dit is ook het dragersinsigne van de veteranen. De Wereldbol staat symbool voor de vrijheid van de aarde. en het wordt gedragen door hen die wereldwijd hebben gestreden voor een stabiele en veilige samenleving. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Kijkt u ook eens op de social media van Omroep Drimmelen. En graag weer tot de volgende keer!